Welkom bij deze livestream en samenwerking tussen Agrari en Bukas. In deze livestream gaan we al jullie vragen beantwoorden over dekens, dekensoorten, dekenmaten. Kortom, alles wat met dekens te maken heeft. Dus alles wat je wil weten, stel jullie vragen en we proberen ze allemaal zo goed mogelijk te beantwoorden. Ja. Zullen we ons even voorstellen? Misschien? Ja, dat gaan we doen. Jij begint of ik beginnen? Ja. Ik begin. Ik ben Jacob, ik ben van Bukas Nederland. Ik ben verantwoordelijk voor de verkoop van Bukas aan de Bukas-verdelers, waar Agrari een hele belangrijke voor is. Voor Nederland en voor Luxemburg. Ja. En dat doe ik al heel lang. Ik denk een jaar of acht. Ja. Zo. Een jaar of acht doe ik dat al. Okay. En inmiddels weet ik heel veel van dekens. Dus kom erop mensen met vragen. De meest geschikte persoon voor deze livestream, denk ik. Dat hoop ik. Daar gaan we aan het einde en mag je dat gaan goed concluderen. En Claudia, vertel eens iets over jezelf. Nou, ik ben de vlogger van Agrari. Ik maak al ruim 2 jaar video's voor Agrari. Ik denk dat de meeste mensen jou al een keer ergens voorbij hebben zien komen. Ik denk het wel. Ja. Als ze productvideo's kijken, dan zullen ze mij misschien wel herkennen. Dus we hebben ook van tevoren al een oproepje geplaatst. We hebben al heel veel vaak binnengekregen. Heel veel, dus heel erg bedankt daarvoor ook. Aan het einde van deze livestream worden 4 winnaars gekozen. Die winnen een heel mooi Bukas-halster. Ja. Dus vooral blijven kijken, want misschien ben jij wel een van de gelukkige winnaars. Zullen we maar meteen... Ja, begin met brandbom los met de vragen, want we hebben hele goede vragen binnengekregen. Nou, de allereerste vraag is misschien wel een goede introductievraag. Shetlander Matt vraagt, wat maakt het merk Bukas zo speciaal? Dekenspecialist. Bukas bestaat bijna 40 jaar, volgens mij volgend jaar 40 jaar. En doet niks anders dan dekens maken. IS-merk behoort tot de betere, misschien zo niet de beste van de wereld. Kijk. Dan vraagt Jolien Steven Heidens. Die vraagt, zijn er speciale dekens voor paarden die breed gebouwd zijn? We hebben een meetmethode hoe je je paard opmeet en als jouw paard breed geschouderd is, dan meet je die maat meet je ook mee. Dus je begint bij de middenkant van de borst, je gaat om de schouder heen en dan naar achteren. Ja. Wat wij wel hebben is big neck dekens, dat zijn dekens met een groot gat. Heb je totelas thuis staan, Velegro, een Fries, een Halflinger, een Fjord, misschien een Tinker of een Shire. Spaanse paarden hebben heel veel hals en daarvoor heb je een grote gat nodig en daar hebben wij, sommige modellen hebben wij big neck. Okay. En in de tussentijd probeer ik op mijn iPadje ook de vragen te zien, maar dat gaat me niet lukken. Ruby, jij moet me zo eventjes helpen. Dat kan. Even kijken, stel ze maar gewoon door hoor Claudia. Ik zie wel wat vragen bij onze Instagram voorbij komen. Prinslover vraagt, welke deken adviseer je voor een paard met zomereczeem? Ja, een eczeemdeken. Jouw paard heeft last van hele kleine mugjes, knoetjes ook wel genaamd. En die moet je van je paard weghouden. En daar heb je eczeemdekens voor. We hebben er 2 varianten van, of eigenlijk 3. Een Sweetage X Light, dat is een combinatie tussen een vliegendeken en een eczeemdeken. Ik zal even kijken of ik hem snel kan vinden op mijn plaatje. En we hebben een eczeemdeken, de Sweetage. Ik hoop dat jullie het zo een beetje kunnen zien. Staat ook op de site bij Agrari, de Sweetage X Lite of de Sweetage. Kijk. Halflinger Silas vraagt of er ook nog nieuwe kleuren van de Freedom dekens komen. Ja, 2 keer per jaar komen we met 2 nieuwe kleurtjes. Dus 2 keer per jaar gaan we jullie verrassen met 2 nieuwe kleurtjes. En die zijn ieder jaar weer anders. Wat altijd hetzelfde is kleur blauw. Maar kleur nummer 2 en 3 zijn altijd weer anders. Oké. Dus er wordt nog een verrassing dit jaar welke... Ja, ik weet hem al. Verrassing? Zou ik het laten zien? Ja, ik denk best wel. Hij staat al in de dealercatalogus, staat hij al. Even kijken. Dat zeg ik er wel. Ik zit verkeerd, ik moet bij iets verder. Iets verder. Je bouwt al de spanning op. Ja, ik bouw dit goed. Deze 2 kleurtjes zijn het. Het is die oudroze en de paarse. Dat zijn de najaars winterkleurtjes. Heel chic. Ik hoop het. Ja, dat is heel chic. Ik hoop het. Ik heb een vraag van Claire. Ja. Zij heeft een Bukas vliegenmasker. Ja. Maar het masker is wat verkleurd. Ze vraagt zich af hoe ze het masker weer goed schoon kan krijgen.
Ja, wassen. Wassen 30 graden met Bukas wasmiddel. Oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk met alles van Bukas. Oké. Ja. Britt vraagt, wat maakt de therapiedeken zo speciaal en werkt die ook voor ieder paard? Ja, ik heb net toevallig, toen ik hierheen reed, kreeg ik een berichtje van Maxime van der Vlis. Oh ja. Misschien kennen jullie die. Die zijn ook bizar. Die geloven het eerst ook niet. Nee, het werkt voor alle paarden. Wat die deken doet is bloedcirculatie stimuleren. Je paard is ontspannen, is soepel, los door het lijf. Ja, kijk op de recensies. Jullie hebben er heel veel recensies ook op jullie site staan. Ja. Onder de therapiedekens, therapie koelen, therapie light staan heel veel recensies. Lees die na, dat zijn gewoon recensies van consumenten. En verder hebben we op het Bukas Nederland Facebookpagina hebben we ook heel veel recensies staan. Dus als je door wat berichten heen scrolt, dan zul je heel veel recensies zien. Ja, het is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Het werkt voor alle paarden, want als de bloedcirculatie is, zal die stimuleren. Ja. Dus kijk even de recensies na, het is een fantastische deken. Ruby, ik ga je heel even plagen, maar dat heeft dus een gebrek aan mijn technische kennis. Ik zit nu mee te kijken op de livestream, alleen ik krijg niet... Oh, kijk, nou heb ik hem. Ik hoef het helemaal niet te vragen. Nee. Het is opgelost. Zal ik even eentje tussendoor vragen? Ja. Maatje die vraagt, is de buikflap van de nieuwe Light Sweetage deken van dichte stof gemaakt? Nee, die is van vliegende stof gemaakt. Nou, jij mag weer. Mag ik weer? Ja. Jules vraagt, hoe weet je zeker dat een deken goed past? Ja, meters weten. Jullie hebben bij heel veel dekens, hebben jullie uitleg staan hoe je deken op moet meten. En alsjeblieft mensen, meet je deken. Een Bukas is een fantastische deken, maar als die maat niet goed is, dan is die niet fijn voor je paard. En dat is jammer, de zonde van je investering. Dus neem alsjeblieft de moeite om de deken even, of je paard, sorry, even op te meten. We hebben een heel eenvoudig systeem voor. En jullie hebben ook lintjes, speciaal Bukas meetlint. Hebben jullie in het assortiment. Ja. Volgens mij kun je die ook vinden als Bukas meetlint hebben we net gekeken. Ja. Daar staan namelijk de centimeters op en de dekenmaat. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Middenkant van de borst tot de verste kant van de bil. Dat is eigenlijk waar je hem, als je met de billen tegen de muur aan zet, waar die het eerste de muur raakt, daar stop je met meten. Dat is de onderlengte en die wordt dan op dat lintje ook weer omgerekend naar de bovenruglengte. En jullie hebben ook bij de meeste dekens van Bukas een matenbel staan, waar zowel de bovenruglengte als de onderruglengte staat vermeld. Ja. Helemaal toch? En wat moet je doen als je paard tussen twee maten invalt? Dan zou veel mensen daar ook last van hebben. Ja, daar ga je echt fine-tunen. En ik zou neigen naar, ik pak hem dan ietsje groter. Ja. Dan zou ik naar neigen. Oké. Duidelijk. Ik heb in de tussentijd de slinger opgevallen. Hilde, die is heel benieuwd naar de stay dry voeling. En die vraagt zich af hoe het kan dat deze voeling niet gaat broeien als je de deken oplegt op een nat paard. Ja, ik heb hier een lapje liggen, kunnen jullie moeilijk zien van deze afstand, maar dit is een soort vliesachtig materiaal. Die bestaat eigenlijk uit twee lagen en het gedeelte wat op de vacht van je paard ligt, daar heb je altijd lucht. Dus ongeacht hoeveel dat je zweet, het is eigenlijk bizar hoeveel zweet dat je op kan nemen, maar je hebt altijd een luchtlaag. En door die luchtlaag krijg je geen extreme opwarming of afkoeling van je paard. Ja. Het werkt als een soort dubbel glas, misschien ook nou iets technisch. Maar een huis die heeft een raam erin zitten en er zit twee lagen glas in. Ja. Die twee lagen glas doen niks, maar die lucht die er is, tussenin zit, die zorgt voor die isolatie. En het is zelfs zo nu, want het is heel warm buiten, kun je beter zorgen dat je alles dicht houdt, want dan blijft de warmte buiten. Ja. En 's winters is weer omgekeerd, ook dicht houden, het huis of de raam, want dan blijft de kou buiten. Ja. Denk je dat ik het goed uit heb gelegd, Laura? Ik vind het heel duidelijk. Lauren vraagt of je met dit heet weer een eczeemdeken op kan doen, of dat het te warm gaat zijn. Ja, we hebben het nu ontzettend warm, ook hier is het behoorlijk warm, merk ik. Nee, dat geeft niks. Nee, mensen zijn heel erg panisch of angstig voor het fenomeen zweten. Ja. Dat snap ik, maar zweten is niet zo erg. Zweten heeft een functie, dat is afvoer onder andere van afvalstoffen, maar ook van warmte. Ja. En als jij je paard afdekt met een zweetdeken, maar dat kan ook zelfs zijn met een vliegendeken, dan wordt het verdampen wordt vertraagd. Ja.
Want als hij naakt rond zou lopen, zie je niks. Hij zweet wel, of hij zweet misschien wel meer. Ja. Alleen je ziet het niet, want het verdampt gelijk. Ja. Nou, mijn vrouw heeft ooit een zonnesteek gehad. Dat wil je nooit meemaken. Maar het probleem is dat je wel zweet, maar je lichaam koelt niet af. Hmm. Doordat het gelijk verdampt. Ja. Er moet een windje bij komen en als dan de huid nat is, dan koel je af. Ja. Nou, als jij je paard hebt met zomereczeem, dan heb je gewoon een probleem. Dan is de keuze of laten zweten of zomereczeem. En, ja. Ja. En ik zou zelf kiezen voor bij ons de Sweetage Light, omdat hij aan de zijkant heeft die vliegendekstof. Dus die bedekt de hals, de rug en de staart, bedekt die. Met een eczeemdekenstof, daar gaat hij ook onder zweten, maar dat is geen ramp. Ja. En aan de zijkant heeft hij vliegenstof. Zijkant vliegen, eczeemdeken in één eigenlijk een beetje. Ja. Oké, klinkt wel als een ideale oplossing. Eigenlijk. Ja, ja, dat is ook iets waar wij zelf intern al jaren om een schreeuw waren. Want de meeste zweetdekens, ook de Sweetage, omdat die helemaal rondom van die dichte stof is, daar zweet je paard heel extreem om. Maar we hebben nu een soort light, extra koele variant hebben ervan. Oké. Okay. Nou, dat klinkt heel goed. Vera vraagt of de therapie ook in een big neck versie komt. Ja, die komt. Oh, okay. Daar zijn we intern al mee bezig. Ik kan niet beloven dat die dit jaar komt, maar in ieder geval volgend jaar. En we hopen nog dit jaar. Oké, okay, nou, dat is goed nieuws. Ja. Nee, ze hebben het net al een beetje over gehad, maar Ronaldo vraagt wat is het verschil tussen een vlieger- en eczeemdeken? Jullie hebben een mooie combi. Ja, ja. Een vliegendeken is een open, luchtigere stof die de grote steekinsecten tegenhoudt, zoals vliegen als dazen. Ja. En als jij last hebt van zomereczeem, dan heb je te maken met knoetjes, dat zijn mugjes. En die mugjes kunnen door die vliegendekenstof heen. Okay. En dan krijg je jeuk en dan gaat je paard schuren en dan schuurt je alles kapot. Ja, alleen het voordeel is van een vliegendeken, omdat hij een opener stof is, ventileert hij veel beter. Die werkt zelfs verkoelend. Ja, want wij hebben zilvergrijze dekens in het assortiment, die hebben een soort parasolfunctie. Ja. Dan is een vliegendeken op is koeler dan zonder deken. Alleen als je last hebt van je paard last heeft van zomereczeem, dan zul je hem toch moeten beschermen tegen die knoetjes, tegen die mugjes. En dat begint dan vrij vroeg. Sommige jaren hebben we al dat we in februari, maart, dat je al last hebt van die vervelende mugjes die al zorgen voor de zomereczeem. Ja. Dat begint al vrij vroeg. Dus als je nu je paard zomereczeem heeft, dan hebben jullie ongetwijfeld in jullie webshop heel veel middeltjes om dat tegen te gaan. Maar met een deken wordt het dan al heel lastig. Ja. Want er is dan zoveel jeuk en als je het dan ook nog eens een keer af gaat dekken, dan wordt het meestal niet beter op. Ja. Oké. Okay. Claire vraagt of er ook een deken komt met een koeling effect. Ja, niet specifiek als een soort koelkastwerking, maar nogmaals, een vliegendeken in de zilvergrijze kleur werkt verkoelend. Het is eigenlijk je witte t-shirt in de zon in plaats van geen t-shirt in de zon. Nu hebben we prachtig weer vandaag gehad, nou ga je ook niet onbeschermd de zon in. Alleen wat wij wel heel veel zien is dat paarden, nu omdat de bezitter denkt, oh het is warm, ik trek hem alle dekens af, dan lopen die paarden naakt in de wei. Ja. Daar doe je paard geen plezier mee als hij geen schaduw heeft. Mm-hmm. Want als je je paard schaduw kunt bieden door middel van een boom, een struik of een inloopstal, dan zul je merken dat hij er zelf in gaat staan. Maar er staan heel veel paarden tussen de afrastering in de volle zon te knetteren. Ja. Dus laat dan alsjeblieft die zilvergrijze deken opleggen, want er is dan zijn parasol. Haal je hem eraf, ontneem je hem zijn parasol. Het zal voor heel veel mensen waarschijnlijk heel tegenstrijdig voelen. Ja, dat dus klopt. Dat is ontzettend tegenstrijdig, maar ik vergelijk het wel eens. Heb je wel eens op een kameel gezeten, Claudia? Nee, nog nooit. Dat is een bucketlist, maar ik heb niet gedaan. Ja, nou stel je voor dat je je bucketlist afvinkt en je gaat op een kameel in de woestijn zitten met 50 graden. Ja. Ga je dan in je bathing suit erop of... Ik denk dat altijd nee is. Nee. Dan ga je ook met allerlei lagen, lappen stof over je heen. Ja. En je, de inwerking van de zon op de huid of op de vak. Kijk, wij zijn geen paarden. Wij hebben ook weinig bescherming. Ik heb helemaal geen bescherming. Maar een paard heeft zomers een heel dun... Ruben zit te lachen. Een paard heeft zomers een heel dun vakje. Dus die zon die gaat maar lopen knetteren. Ja. En die zon moet je gewoon ervan afhouden. Ja, oké. Okay. Gitte vraagt, kan ik mijn eczeemdeken oplaten als het regent of is het beter als ik hem afdoe? Nee, op laten liggen. Waarom zou je hem afhalen? Ja, misschien als de band niet te zwaar wordt. Want dus het is helemaal niet erg. Oké. Nee. Okay. Nee.
Lisbeth die vraagt: er zijn zoveel prachtige bukasdekens voor verschillende doeleinden en weersinvloeden. Aan één deken heb je niet genoeg, maar welke deken komt het meest in aanmerking voor verschillende weersinvloeden? Dat is de Power Turnout Light. Kijk, kort en krachtig. Ja, en ja, dat is een bizarre deken, die is zilverkleurig. Daar zit steeds draaien, dus gemaakt van hele sterke ballistic nylon. Jij kan het inmiddels wel dromen, ja. Maar pak hem maar eens vast. We moeten wel die afstand houden, maar... Ja, die gaat niet kapot. Je bent sterk. Maar die is zilverkleurig, die is het beste te gebruiken tussen plus 16 en min 10. Ja, wat wil je nog meer? Dan ben je van het einde van de zomer tot het voorjaar bij je klaar. Ja. Dat is eigenlijk voor ons de meest fantastische, meest veelzijdige dekens. Okay. En hij moet ook zilverkleurig zijn, want anders kan hij niet bij warmte de zon reflecteren. En hij moet ook zilverkleurig zijn, anders kan hij niet met koude lichaamswarmte vasthouden. Dat is heel even kort samengevat hoe die deken werkt. Oké. Okay. Power Turnout Light. Plus 16 tot min 10. Yvette vraagt of er ook therapie beenbeschermers komen. Ja, die komen eraan. Ook nog? Ja, die zijn we nu volop aan het testen. Ik weet nog niet precies wat de fase is. We hebben in Ierland natuurlijk, Bukas is in Ierland gevestigd. We hebben de nodige mensen ook in dienst die ook paarden hebben. Ja. We hebben ook internationaal ook heel veel mensen die voor Bukas werken. Zo collega's zoals mij die ook paarden hebben. En wat we eigenlijk altijd doen is voordat we een product nieuw op de markt brengen, wordt die veelvuldig getest. Voordat we ook daadwerkelijk gaan introduceren. Maar dat komt eraan. Dat komt eraan. En wordt het dan in de vorm van een peesbeschermer? Of hoe gaat dat? Jullie mag vertellen? Nee, ja, eigenlijk mag ik het niet, maar ik heb al te veel verklapt. Nee, dat zal worden in de vorm van een beenbeschermer of een stalbandage. In ieder geval dat je na het rijden of tijdens transport, in ieder geval die werking van die therapie. Maar volgens mij hebben we nu op Bukas Nederland, dat weet ik niet helemaal zeker, maar hebben we op Bukas Nederland op Facebookpagina hebben we ook een recensie staan. Heeft ook iemand geschreven die zegt, ja, mijn paard heeft normaal opgezwollen benen, alleen door de therapiedeken heeft hij veel minder opgezwollen benen. Dus heb jij nu al een paard met zwellingsproblemen, is het echt de moeite waard om dat te proberen met de gewone therapiedeken. Ja. Ja. Nou, ik wil heel snel tussendoor een ander vraagje. We hebben vragen zat. Gaat goed, Ruby? Ruby is ons liefstallige assistent. Die gaat ons, die doet ons hartstikke goed bijstaan. Even kijken. Met Carmelo Welsje moet met deze felle zon vanwege haar roze huid een UV-deken met hals- en hoofdmasker om. Hoe voorkom ik dat haar veulen niet stikt en de riemen van de onderbuik staat? Nou, als jij de beensingels die aan de meeste dekens zitten, die heb je eigenlijk niet nodig als die deken goed ligt. Dat is echt een heel korte uitleg. Ja. Want een beensingel is eigenlijk bedoeld om die deken op de plaats te houden. Maar de pasvorm van Bukas, als je de goede maat neemt, is zo goed dat je eigenlijk geen beensingels nodig hebt. Dus hupsakee, haal die beensingels eronder uit als je de goede maat deken hebt. En die buikflappen heeft hij niet last van, want de buikflappen van Bukas van de bestaande dekens, de Buzzhoff en de Buzzhoff Zebra, die zijn elastisch en die sluiten al mooi aan. Ja. Dan mag jij weer. Nou, een veelgestelde vraag is ook of de therapiedekje, die is nu in blauw, of dat de dekje ook in een witte versie komt. Die komt in het wit. Nou. En ik weet al dat Agrari heeft hem al besteld. Dus je kunt hem straks, of misschien zou je hem nu al kunnen bestellen bij de Agrari. Kijk eens aan. Anders stuur maar even een e-mailtje. Nee, die komt ook in het wit. Nou, dat is goed om te horen. Even kijken. Sanne vraagt, hoe vaak kun je een bukasdeken wassen? Minimaal 50 keer. 50? Ja, dat is bij ons interne regel. Dat is heel veel. Dat gaat in de praktijk niet gebeuren. Ja. Alleen, heel veel mensen hebben het idee dat ze de deken niet moeten wassen. Omdat ze dan anders bang zijn dat de werking of de waterdichtheid minder wordt. Dat is bij bukas dus niet. Wij maken gelukkig goede dekens. En wij draaien juist hem om. Je moet juist hem vaak wassen, want langdurig inwerken van mest is zuur, pies, dat tast de waterdichtheid aan. Okay. En dat is niet alleen bij Bukas, dat is ook bij andere merken, ja. Maar je moet juist hem vaak wassen. Nou, in ieder geval het einde van het seizoen, dus als je nu nog een winterdeken hebt liggen, ga als de wiede weer ga je deken laten wassen. En altijd met Bukas wasmiddel. En dat is niet omdat wij graag Bukas wasmiddel willen verkopen, want eigenlijk vinden wij het een vervelend product om te sturen, omdat er vloeistoffen zijn, en cans, en het is zwaar, en dan kan je kapot. Maar toch verkopen we het, omdat wij één ding zeker weten, dat Bukas wasmiddel
In ieder geval alle eigenschappen die Bukas in de deken stopt. Ja. Waterdichtheid, ademend vermogen, vochtopnemend vermogen, die therapiewerking. Dat het allemaal blijft behouden. Ja. Want als jij een wasmiddel gewoon standaard gebruikt, er zit iets ontvettends in. Dat is, en je kleding is er goed en in je sokken en je sportkleding is er fantastisch. Alleen dat ontvettende, dat tast de coating aan, die zorgt voor de waterdichtheid. En ook dat is niet alleen bij Bukas, want zelfs Horsweer, onze grootste collega, die adviseert Bukas wasmiddel, omdat ze dan ook weten van nou, dan blijft ook onze Horsweerdekens, die blijven goed intact. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dan zijn we nog een beetje in het thema wassen. René vraagt, zou je je deken af kunnen spuiten aan zowel binnen als buitenkant tussen wasbeurten door? Ja, ik zou hem eerder afsponsen. Want het spuiten, dat klinkt als zijnde hoge drukspuit. En daar worden we altijd een beetje alert van. Want ja, een hoge drukspuit, als je die heel dicht ergens ophoudt, dan spuit je overal doorheen. Ja, dat is dus waar. Wees heel erg voorzichtig met krachtige straal. Want anders spuit je die coating er weer spuit je de coating kapot. Maar je kunt hem zeker afspuiten. Dus het zeg maar afsponsen of het afspoelen van overtollig mest, gewoon doen. Oké. Okay. Is juist om aan te raden. Even kijken hoor. Dan gaan we nu naar een vraag voor de winter eigenlijk. Ja. René die vraagt. Welke deken adviseer je in de winter bij een paard die geschoren is en dag en nacht buiten loopt? Ja. Scheren is... Ik ga nu een heel moeilijk antwoord geven, lastig antwoord geven, maar scheren is heel erg moeilijk, want hoe vaak scheer je hem en hoeveel vak scheer je eraf? Ja. Wat ik vroeger verkeerd deed, is heel lang wachten en dan in november of in december in één keer hasseflats, die hele wintervacht die er al flink aangegroeid was, die trok ik hem eigenlijk twee jassen uit. Ja. Wij zijn voorstander van, als je hem scheert, scheer hem dan vaak. Okay. Dus 4-5 keer in de winter scheren is eigenlijk hartstikke goed. Want dan is de fluctuaties tussen voorscheren en nascheren is minder groot. Ja. En dan hoef je eigenlijk niet te corrigeren met de wetenschap dat de meeste mensen te veel doen. Ja. Ja. De meeste paardenbezitters die hebben wat wij noemen een overdaad van liefde. En die bedwelmen hun paard met te warme dekens. Dus als jij je paard regelmatig scheert, dan kun je gewoon prima de temperatuursadviezen aanhouden van Bukas. Ja. Stel je voor, je doet het zo verkeerd als wat ik vroeger deed. Dus wachten was ook puur zuinigheid. Dan hoefde ik maar één keer dat meisje te betalen wat bij mij de pony kwam scheren. Maar dan trek je hem in één keer hatseflats een jas uit. En dan zul je hem even tijdelijk moeten helpen. Maar daar hebben we ook onderdekens voor. En dan kun je ook een vliesdekentje voor gebruiken. Okay. Om dan heel even tijdelijk, zeg maar een week of twee weken... Ja. te helpen. Maar heb jij, en als je scheert tot en met 31 december, en na 31 december mag je niet meer scheren. Waarom niet? Daarbij dronken van de oude jaar. Nee, dan zijn er al een aantal paarden bezig met een zomervacht aan te maken. Dat kun je niet zien. Oh. Dat begint al heel vroeg en dat is wel echt heel ruw, hè? 31 december, maar dat is het makkelijkste. Maar als je daarna gaat scheren, loop je gewoon de kans dat je de niet zichtbare zomervacht ook al eraf aan het scheren bent. En dan moet je niet verder. Oké. Gaat het goed, Ruby, met vragen? Kun je het een beetje bijhouden? Top. Even kijken hoor, dan heb ik nou ook nog een vraag van Silke. Die vraagt welke maten bestaan er allemaal en hoe deel je ze op? Er bestaan ontzettend veel maten, heel veel. Ik weet ze niet eens uit mijn hoofd, maar volgens mij hebben we er meer dan 20. Ze zijn verdeeld meestal per 5 centimeter, als dat is wat ze bedoelt. Ik denk het, ik denk het. Ja. Willeke die gaat in op scheren. Als ik mijn niet scheer, komt hij niet door zijn vacht heen, moet ik mij ook scheren. Ja, Willeke, ik ben geen vakspecialist, maar het kan te maken hebben met voeding. En dan ga ik niet zeggen dat je paard slecht voedt, maar een paard, vroeger gaven we heel veel lijnzaad. Ik weet niet of dat nu nog steeds is, maar vraag anders even Agradi of een andere specialist of je iets met voeding kan doen. Want als die niet van zijn wintervacht afkomt, dan is er iets aparts aan de gang. Mocht je hem toch scheren, scher hem dan niet op een hele korte stand, want dan blijf je ook weg van die zomervacht. Ja, oké. Okay. Sorry, je mag weer. Monique vraagt, waar dient het klittenband voor bij het reetje van de bilkoorden?
Ja, dan kun je, ik neem aan dat ze dat ziet bij de onderdekens. Want we hebben de powercooler en de therapie. Dan kun je hem namelijk aan de buitendekens bevestigen van Bukas. En dan kun je hem twee keer voor en twee keer achter. Kun je de onderdekens, maar ook de therapiedekens, kun je bevestigen aan de buitendekens. Oké. Okay. Dan heb ik ook een vraag van Peter. Hij zegt, wij lessen in een binnenbak in de winter en dan rijden we naar huis. Welke deken kan ik dan het beste opdoen na de les? Na de les therapie. Deken is altijd goed. Of powercooler. En als het heel erg koud is, Shamrock. Nou, wat is nou het verschil? Powercooler is één laag van deze theedraaier die razendsnel het vocht opneemt. Die geeft ongeveer 10 graden extra warmte. Dus ook als je hem als onderdeken gebruikt, geeft hij 10 graden extra warmte. Shamrock is twee lagen van die theedraaier. Die geeft ongeveer 20 graden extra warmte. En dat is al heel veel. Nou, de meeste trailers, schuine streep, vrachtwagens zijn behoorlijk afgesloten. En je zult merken, als je eenmaal de klep dicht hebt gemaakt en de paard blijft erin, zodat heel snel die temperatuur omhoog gaat. Ja. Dus ook wees ook voorzichtig in de wintermaanden. Ook al is het min 10 buiten, dan kan het maar zo 20 graden in de trailer of in de vrachtwagen worden. Dus als je de deken erop gooit, zoals min 10 buiten, dan is die al heel snel tijdens het transport is die al veel te warm. Oké. Okay. En wat wij tegenkomen, hoe hoger in de sport, hoe meer bedwelmend dat ze bezig zijn. Hier staat Erma die vraagt, heeft net een nieuwe vliegendeken zonder hals, maar deze schuift, draait, hij staat nog iets tegen te doen. Ik druk ergens op wat ik niet moet doen. Ik ben bang dat je deken te groot hebt gekocht. Want de deken die te groot is, die trekt naar achteren en die gaat scheef en scheef liggen. Dus mensen, meet alsjeblieft voordat je de deken gaat kopen, bestellen. Meet even je pony of je paard. Want het is net zo met een rijbroek, die koop je ook niet in mate groot. Omdat je dan denkt van nou, dan zitten ze in ieder geval goed. Ja. Want dat doen we namelijk met paardendekens. Wij denken van nou, doen we wel een maatje ruimer, dan zit hij in ieder geval goed. Maar daar ga je alleen maar problemen mee krijgen. Dus wat je eventueel zou kunnen doen, is bij iemand die handig is met de machine. Met de naaimachine, dat je hem voor iets inneemt. Ik zit weer te klooien, zie je dat? Maar ga je maar verder komen. Oké. Britt, die vraagt of ook nog een keer een kleinere maat dan 107 komt. Kleinere maat dan 107? Ik moet even spieken. Dat is heel klein. Dan ga je richting 100 deken. Jeetje, dat is wel heel klein. 107 onderlengte, dat is 85 bovenlengte. Nee, dan ga je richting een 100 dekentje. Nee, dan heb je een heel klein ponytje. Oké. Okay. Dat is een falabella dan of zo. Dat zou moeten kunnen. Ja. Even kijken hoor, of ik nog wat vragen van Instagram eruit kan lichten. Gaat het nog goed, Ruben, met vragen? Blijf vooral vragen opsturen. Ik vind alleen maar heel fijn. Het gaat heel goed, dus dank daarvoor. Even kijken hoor. Lieve. Hij heeft een paard en die verbrandt zijn neus heel snel. Ja. Is er iets wat zij kan doen om haar paard te beschermen? Ja, full face masker hebben we. Die gaat over de neus heen. En die full face maskers bij ons die zijn gemaakt van dezelfde stof als de deken. Die heeft 70% UV-reflectie. Okay. En iets van een zonnebrandcrème gebruiken. Ja. Als die heel gevoelig is. Oké. Okay. Hebben jullie ongetwijfeld ook het assortiment? Zeker, zonnebrand. Ja. WV Horses vraagt via Instagram, wat is precies het verschil tussen de Recaptex en de Recaptex Lite? Ja, wij noemen het ook wel therapie, maar je mag het al door elkaar gebruiken, okay. Bij de therapie of de Recaptex. Het is namelijk een therapiedeken waar de Recaptex materiaal in zit. Okay. Maar die therapiedeken, ik ga ervan uit als het een normale variant bedoelt, er zit aan de zijkant zit steeds draaistof. Dat is dit spulletje weer. Ja. Die raast snel het vocht opnemen. En de light versie, daar zit aan de zijkant, zit vliegstof. Ah. En die is koeler. Ja. Alleen de hoeveelheid therapiemateriaal wat in die deken zit verwerkt, is exact hetzelfde. We hebben ooit een keer iemand gehad die beweerde dat de werking ook minder was. Nou, dat kan dus gewoon helemaal niet. Want op de centimeter nauwkeurig zit exact dezelfde hoeveelheid therapiewerkend materiaal in de therapiekoeler. Ten opzichte van de therapiekoeler. Dus puur voor de ventilatie aan de zijkant. Ja, oké. Okay. Ja, ik krijg hem weer niet geopend, maar dat ligt op mij. Ik moet ergens op drukken en dan schijn ik die vraag te kunnen zien. En net was die. En dan doe je net of dat ik jou wil gaan vragen en dan komt hij misschien er weer tussen. Ik stuur jouw vragen ook de hele tijd naar Claudia. Nou, top. Super. Dan hoef ik niet meer te kijken. Ik kan wel een beantwoorden. Ja.
We kunnen op het strand gaan liggen. Amber die vraagt zich af hoe je kan voorkomen dat andere paarden je dekens niet kapot bijten. Er zijn speciale bijtmaskers voor. Ja, die bestaan? Ja, die bestaan. Grasmaskers gebruiken. Die hebben jullie ook in het assortiment. En op het moment dat ze moeilijker het gras kunnen pakken, kunnen ze ook moeilijker... Dat is waar. Ja, maar niet iedereen heeft de luxe om daar een keuze in te hebben. Maar paarden kunnen heel erg gemeen naar elkaar zijn. Ja. En er zijn verhalen bekend van gebroken schoften. Omdat iemand een ander paard daar de tanden in zette. Dus ja, als jij gewoon structureel last hebt van een ander paard wat continu jouw paard zijn deken aan het kapot maken is. Ja. Dan gaat er waarschijnlijk meer kapot dan de deken. Ja. Dan kun je ook eens nadenken of je hem toch ergens anders in de wei moet gaan zetten. Ja. Maar nogmaals, een graasmasker, hoe zeg je? Graasmasker? Volgens mij een graasmasker. Volgens mij wel. Een graasmasker is ook de oplossing. Ik heb er gisteren nog eentje gezien, die had zo'n heel mooi smal openingetje. Waar die nog net een plukje gras kon bereiden en dan kan hij ook niet met de tand. Oh, kijk, nou, dat is het antwoord. Ja. Jessica die vraagt zich af vanaf welke leeftijd je de Rekotex Light mag gebruiken. Eigenlijk altijd dan. Er zit geen leeftijdsbeperking aan verbonden. Wat ik wel vind, dan ga ik een principieel antwoord geven. Laat alsjeblieft dat veuletje gewoon lekker veulen en lekker als veulen ontwikkelen. Ja. En op het moment dat je met dat veulen echt actief aan de gang gaat, en dat is dan een jong paard. En als je dan de spanning weg wilt nemen en een stukje losgelatenheid wil geven, dan ga je pas het therapiedeken gebruiken, maar niet als hij gewoon niks hoeft te doen dan alleen maar opgroeien. Ja. Maar ook dragende merries is geen probleem om daar al je therapiedeken op te leggen. Oké. Okay. Ik denk dat ze Valerie heet. Die vraagt zich af wanneer je een halstuk gebruikt. Ja, een halstuk gebruik je als het extreem slecht weer is en dat is in combinatie met wind en met regen. En een halstuk is eigenlijk je regenjas, alleen dan met een capuchon. En want als je alleen een regenjas aan hebt en het regent keihard, gaat het toch naar binnen. Ja. Want heel af en toe, want ik zeg wel eens als mijn auto, ik heb dan de luxe dat ik automatische ruitenwissers heb. Die doet automatisch, doet hij dat zo. Ja. Maar als die heel lang zo gaat, dan weet ik, krijgen we na een paar dagen een paar ongeruste consumenten die zeggen, ja, mijn deken lekt. Ja. En dan gaan jullie een lektest doen of die klant gaat thuis een lektest doen en dan lekt hij weer niet. En dan kunnen we uitleggen van ja, maar het loopt via de hals naar binnen. Ja. En een hals geeft ook wat extra warmte. Dus stel je voor, je hebt een heel koud gevoelig paard en je hebt hem net geschoren. En dat is eigenlijk een soort sjaal die je hem geeft. Ja. Maar eerste instantie bedoeld voor wind en voor regen. Ja. En tweede instantie voor wat extra warmte te geven. Okay. Pas wel op met onze halzen van de Smartex en de Power Turnout. Want er zit al ergens verstoppeld wat je niet ziet een laagje steedraai. En die steedraai geeft al 10 graden extra warmte. En dan heb je eigenlijk al een gevoerde hals. Want we hebben namelijk ook 300 grams gevoerde halzen. Okay, yeah. Maar die vind ik een beetje too much. Okay. Dat is eigenlijk te veel. Ja. Oké. Ruby, je bent echt wel nodig vandaag, hè? Dat zien jullie niet, mensen, maar Ruby is achter de schermen al jullie vragen aan Claudia door aan het doen. En dat komt eigenlijk omdat ik gewoon mijn iPadje niet onder controle heb. Maar nee, super Ruby, ben goed bezig. Nou, een veelgevraagde vraag is ook, mensen vragen zich af of ze met dit weer wel een deken op kunnen doen. Vliegendeken. Vliegendeken. Ja, of in ieder geval zorgen dat je paard schaduw heeft. Ja. En als je paard geen schaduw heeft, een boom, een struik, een inloopstal, dan moet de vliegendeken die verzorgt de schaduw. Ja. Dat is eigenlijk het antwoord. Dus naakt in de wei niet doen, want je gaat nu ook niet onbeschermd volop in de zon liggen. Ja. Daar hou je niet lang vol. Alleen paarden hebben geen keus, die kunnen niet praten, die mogen niet uit de wei, ook al zouden ze dat willen. Ja. En die staan dan te verpieteren. Ik zie letterlijk langs de... Want ik moet altijd op die snelweg rijden. En dan zie ik al die arme paardjes vol in de zon naakt staan. Ja. Een vliegendeken van Bukas, die zilverkleurig, die is niet voor niks zilverkleurig. Die doet reflecteren. Die zegt, ksh, weg zon. Ja. En die houdt 70% tegen. Oké.
En hoe sta jij tegenover het bijvoorbeeld nat maken van vliegenreeks? Dus ik weet dat mensen ook soms kiezen om een paard met een nat vliegenreek op de wei te zetten. Nou, dus, dan ga je eigenlijk de zweetfunctie ga je ook nog een keer extra nabootsen. Want zweet heeft als functie, wat ik straks al zei, het afkoelen van je paard. Ja. En het afvalstoffen afvoeren. Maar als jij zelf je gezicht een beetje nat maakt en je gaat wapperen, dan koel je ook af. Dus ja, als het paard het warm heeft, helpt dat hem wel. Ja, oké. Okay. Dus dat is verder ook niet erg om met een nat vliegenreek... Nee. De temperatuursbeleving van het paard ten opzichte van de mens zit minimaal 15 graden temperatuurverschil tussen. Lager. En die zit lager. Oké. Okay. Dus het moment dat wij zeggen, we worden koud, dan zegt een paard, oh, lekker. Dus rustig aan... met je paarden bedwelmen onder de dekens. Maar uitzondering van zon, hè. Zon moeten we nogmaals moeder van afhouden. Ja. Oké. Okay. Rosalie die vraagt, welke deken is het beste tegen een paard dat deken snel kapot heeft gemaakt? Ja, dan moet je een hele sterke deken nemen. En de sterkste dekens van ons zijn met ballistic nylon. Dus waar we net met z'n tweeën aan hebben zitten trekken. Dat zijn de Smartex, de Power Turnout, de Atlantic. Dat zijn, en de Therapie Turnout. Die heeft ook een hele sterke stof. Maar waarom maak je paard je deken kapot? Dat vind ik ook een interessante vraag. En dat heeft niks te maken met dekenverkoop, wat ik nu ga zeggen. Maar wij hebben ook helaas ervaringen dat paarden uit een stukje chagrijn de deken stuk gaan maken, omdat de paarden het gewoon te warm vinden. Eigenlijk zeggen ze tegen de gebruiker, sodemiet erop met die deken. Ik vind hem veel te warm. Mm-hmm. En we hebben ook echt diverse ook voorbeelden dat mensen zeggen, oké, okay, we hebben minder dikke dekens zijn we gaan gebruiken en nu doet hij niks met de deken. Okay. Wat ook nog mee kan spelen is dat het gewoon een klier is. Dat kan. En wat ook nog mee kan spelen is een stukje verveling. Yeah. En ze zoeken verveling. En je kunt er een, dat hebben jullie ook, je kunt er een speelbal, je kunt iets in de stal hangen. Dus zijn eigenlijk drie dingen, te warm, je hebt gewoon een klier, of verveling. Oké. Willeke die vraagt, als ik mijn paard scheer, krijgt hij een ruwe vacht van het please materiaal. Ja. Is daar iets aan te doen? Nee, daar is niks aan te doen. Oh. Helaas. Nee, omdat je de vacht, normaal liggen haren liggen dakpansgewijs. Op het moment dat je het gaat scheren, gaan ze rechtop staan. Ja. En dan krijg je een soort stekelvachtje. Mm. En die vlies, die gaat een beetje vastzitten in die stekelvacht. Nou, als die deken gewoon perfect past, heb je daar wat minder last van. Maar als die ietsje beetje aan de ruime kant is, gaat die bewegen. En dan blijft als het ware haken in de steedraai. Maar daar hebben we ook een oplossing voor. Want we hebben sinds kort de Atlantic Turnout. Die heeft een gladde nylon dermocare binnenvoering in. En die doet ongeveer 50% van het vocht opnemen ten opzichte van de steedraai. En anders hebben we nog de Irish en de Freedom. Die hebben ook gladde nylon voering. Kijk, dat is drie keuzes eigenlijk. Goedje. Ja, ik kan niet op vandaag. Pien, die stelt ook een vraag. En zij zegt, ik heb altijd het idee dat de manen gaan schuren als ik een halstuk op doe. Dus bijvoorbeeld bij haar vliegdeken. Het staat op een stal en het deken moet dus dag en nacht op. Ja, we hebben sinds kort over die hele manenkam hebben we ongeveer een strook van 15 centimeter. Doe ik even schatting. Die gaat over de hele manenkam heen. Aan de binnenkant zit een nylon stukje stof. Okay. Dus daar, ik ga ervan uit dat daarmee getackled is. Okay. Maar dat is pas sinds een jaar hoor, dat we dat pas hebben. Ja. Oké. Okay. Joventa die vraagt of een vliegenreek of vliegenspray beter is. En of vliegenspray dus ook de stof van een vliegenreek kan beschadigen. Nou, ik hoop dat je geen vliegenspray gebruikt wat de vliegendekenstof beschadigt. Dan heb je een heel agressief vliegenspray. Nee, je zou het. Kijk, wat de vliegendeken nooit kan doen, is 100% je paard helemaal beschermen. Nee. En met een spray krijg je dat wel voor elkaar. Ja. Dan ga ik wel toch weer een beetje pro-bucas praten. We hebben namelijk de zebra print. En de zebra print die doet insecten desoriënteren. 3/4 van de insecten die blijven weg. Dus ook bij de benen waar geen deken komt. Of bij tussen de benen. En misschien nog een klein stukje bij de snuit. Dan blijft die daar weg. Maar je kunt prima als je paard heel erg last hebt van insecten. Er zijn tegenwoordig sprays die ook heel lang blijven werken. Dan doe je gewoon een combinatie en met vliegendekens en met spray. En nogmaals, ja, ik ga ervan uit dat je gewoon een fatsoenlijke spray hebt die niet zo agressief is dat die de stof van de vliegendekens aantast. Daar gaan we vanuit. Daar gaan we vanuit, ja. Nou, als we dan zitten toch op het thema vliegendekens. Violet die vraagt of een vliegendeken dag en nacht op kan. Ja,
Ja, die kan dan nog wel. Okay. Ja, want je hebt ook op stal dat je paard last van vliegen. Dat is waar. Ja, ja, en soms nog erger vanwege de mest als buiten. Dat kan, hè? Ja. Ja. Dus ja, op stal oplaten. Vliegendeken van Bukas, die heeft een dusdanige open stof dat hij heel makkelijk kan ventileren. En een klein beetje zweten daaronder, dat maakt niet uit. Oké. Okay. Sophie die vraagt of er ook dekens zijn die extra smal zijn, bijvoorbeeld bij de hals. Ja, de Freedom die heeft geen schouderplooien en die valt smaller uit dan de rest van de dekens. Oké. Okay. En dat is iets omdat jullie graag een deken ook voor smalle paarden doen? Nee, het is geen toeval. Er zit vooral een prijsgedachte achter. Okay. Nee, de middenklasse dekens en de topdekens die hebben bij ons schouderplooien. Ja. Maar dat is in het productieproces is het wat arbeidsintensiever. Okay. En die Freedom is eigenlijk een budgetdeken. Die proberen wij zo goedkoop mogelijk te prijzen. En vandaar dat we die schouderplooien eruit halen. Alleen, wat is dat hij bij wat smallere paarden gewoon mooier zit, omdat hij met schouderplooien dekens, die hebben juist een voor paarden met wat schouderruimte, hebben ze heel mooi de vrijheid en de ruimte, zodat ze daar lekker door onder kunnen bewegen. Ja, oké. Okay. Nou, er komen ook best wel wat vragen binnen over dekens en paarden die schuren met een deken op. Bijvoorbeeld Carleen die vraagt, welke deken is het meest geschikt voor een paard die schuurt? Want de deken gaat dan kapot. Ja, sowieso de ballistic nylon stof is ontzettend sterk. Maar als die tegen het beton gaat schuren, daar is niks tegen bestand. Nee. En ik vind het ook raar dat hij zo schuurt. Meestal als ik het warm heb, krijg ik ook jeuk. Dus denk daar ook even over na. Waarom schuurt je paard zoveel? Wat is er aan de hand? Ja, oké. Okay. En de vliegendekens zijn voor ons ook heel sterk. En sommige mensen denken dat ze bomproof zijn. Maar ook onze vliegenstof is ontzettend sterk. Maar ook daar zijn paarden die het voor elkaar krijgen om daar toch iets kapot aan te krijgen. Ja. Maar ja, we kunnen niet de paarden in staal gieten. Helaas. Je kunt wel echt wel stellen dat de Bukasdekens, dus de outdoordekens met de ballistic nylon, is ontzettend sterk en de vliegendekenstof is ook ontzettend sterk. Ja, want jullie hadden hebben jullie nog steeds al die perkit dat je deken liep steeds nog steeds? Ja, hebben we zeker. Eigenlijk alle stoffen die wij aanbieden, hebben wij ook een repairkit. En wat is nou repairkit? Dus gewoon een lapje stof ter grootte van A4. He, dat is dan zeg maar deze maat en er zit een tubetje lijm bij. Ja. Dus mocht er een schuurtje, een gaatje of een slijtageplek in zit, kun je net zoals dat je een ouderwets een band plakt, kun je ook de deken plakken. Dus goed gezien, Claudia. Top. Claire die vraagt, welk deken is het best geschikt voor op wedstrijd te gaan en ook eentje het liefst die wat afkoelt? Als ik wedstrijddeken hoor, dan zeg ik therapiedeken. Want wat je juist hebt met wedstrijden is spanning. Zowel van jezelf, je kunt ook zelf ondergelegen, als bij je paard. En daar heb je nog meer baat bij de therapiewerk, alleen die werkt niet verkoelend. Mm. Want hij doet juist een beetje warmte ontwikkelen. Maar wij hebben een samenwerking met Danielle van Mielen al jaren. Die wilde in het begin helemaal niet aan die therapie deken, want die geloofde het allemaal niet. Die zegt nu, ik ben verslaafd aan die deken. Oh, ja. Je kan niet meer voorstellen als u überhaupt een wedstrijd gaat. Zonder dat die therapie, überhaupt als ze op een paard gaat zitten, is het eigenlijk al zo werk. Want ook door de week, al de paarden die ze traint, die krijgen van tevoren de therapiedeken op. Kijk. En die gebruikt hem ook met 30 graden plus. Ja. Maar dan zou ik wel de light versie doen. Ja. Nou, we hebben ook een aantal dekens met steedruistofje. Ja. Zoals de powercooler, maar we hebben ook een competition cooler. En dat is de rugstuk is van dit materiaal. Ja. Dus als die zweet wordt razendsnel opgenomen, dan heb je altijd een droge luchtlaag, kan het niet afkoelen. Ja. En aan de zijkant hebben wij vliegendekstof. Okay. En dat is de competition cooler. En die hebben jullie ook in het assortiment. Yes, dat klopt. Hilde, die wandelt vaak met haar paard. En die vraagt zich af of ze dan gewoon een vliegendeken op kan doen, of wat het niet de bedoeling is om met de vliegendeken veel te bewegen. Jawel, dat kan. We houden echt rekening mee dat de pasvorm van Bukas is zo, dat de paarden ermee kunnen stappen, draven, galopperen, stijgen, bokken, liggen. Alleen wandelen is dat aan de hand, dat weet je ook niet, hè? Het kan een Belg zijn, die gaan dan wandelen in het bos. Ja, en dan zitten ze op het paard. Oh, ja, ik weet, dat is een goeie. Ja, ja. Maar ja, misschien kan ze nog even reageren. Maar als je op je paard zit, hebben we speciale
uitrijvliegendeken, dan heb je een los halsstuk en een los achterstuk. En die kun je aan elkaar verbinden en dan zit daartussenin zit jij op je zadel op paard. Oké, nou, dat is misschien dat, is dat ook nog een oplossing. Ja, ja, volgens mij heet hij de Bus of Riding bij jullie op de site. Ja. Miranda, die vraagt, er zijn genoeg mensen die denken eigenlijk dat dekens maar onzin zijn. Welk argument zou u gebruiken om mensen van te overtuigen dat het niet zo is? Nou, dankjewel dat u zegt. Voel ik me oud? Nee, maakt niet uit. Nee, ja, in principe kan je paard het allemaal zelf regelen. Dan ga ik een beetje tegen onze eigen producten inpraten. Nee, een paard heeft vacht en die vacht zorgt ervoor dat hij in de wintermaanden prima door kan. Ja. Alleen het is heel erg onpraktisch. En wat is onpraktisch aan dikke vacht, is als die in het zweet raakt, dat je tweeën nodig hebt om een droogstap te krijgen. En daarvoor scheren wij de paarden. Ja. En wat je ook kunt doen, is om een klein beetje die vachtgroei terug te dringen, is met dekens beginnen. En dan temper je een beetje, nooit 100%, een beetje de vachtgroei. Oké. Maar ja, ik vroeger deed ik ook scheren, maar dat, ja, was, het is toch wel gemakkelijk. Ja, dat is zeker. Ja, want tweeën droogstap had ik nooit zoveel zin in. Eigenlijk mensen die daar tijd voor hebben, ben ik bang. Mensen leven te snel. Nee, en als je hem nat op de stal zet, dan gaat hij afkoelen en dan krijg je een ziek paard. Dat wil je ook niet. Is dat een beetje een goed antwoord, Claudia? Ik denk het wel. En dan even een hele andere vraag. Shakira, die vraagt zich af waarom de halsentouwen van Bukas plat zijn en niet rond, zoals de meeste halsentouwen. Ja, het is eigenlijk een wandellijn. Oh, oké. Het is niet bedoeld om je paard ermee vast te zetten, maar het is bedoeld om ermee te wandelen. Ah. En daar komt, hier hebben we een halse liggen, die gaan we straks verloten, mensen. Ja. Om de vijf leukste, liefste mensen die op gereageerd hebben. Nee, die band, van dezelfde band als waar we de halsen van maken, die zo lekker zacht is en zo lekker sterk, maken we ook die lijn van. Dus we hebben, en dat is het materiaal wat we hebben, en ja, dat is het. Oké. Okay. We hebben geen touwen, dat hebben jullie wel. dan vraagt Claire of een therapiedeken ook helpt als een paard moeilijk is met rijden. Juist. Ja? We hebben het liefst heel cynische rectale paarden die heel vervelend zijn, klierig, etterig, spooky, van alles erop en eraan. Dat gaat juist in het grootste verschil. Ja. Merk, als je een heel relaxed paard hebt, die super ontspannen is, die altijd heel chill is, dan ga je niet zo snel verschil merken. Maar het liefst zo spooky mogelijk. Oké. Okay. Dus ja. Dus eigenlijk is haar paard heel geschikt testmateriaal. Doen. Nee, ik snap dat er heel veel twijfels over zijn, over die therapiedeken, want het is allemaal ook gesproken door abacadabra. Maar nogmaals, lees de recensies op de Agrarisite, bij onder de producten staan een hele waslijst aan recensies. Volgens mij hebben we er meer dan 200, heb ik wel eens gezien, bij de therapiedekens. En op Bukas Nederland, op de Facebookpagina, plaats ik ook regelmatig een recensie. Het is echt een fantastische deken en misschien ken je iemand in de buurt op stal of op de vereniging die zo'n deken heeft. Vraag dus nooit eventjes of je hem een keer een dagje mag lenen. Twee uur voor het rijden en waarschijnlijk ga je al gelijk merken wat hij doet. Ja. Je paard wordt loom, wordt relaxed, sommige paarden gaan gapen. Het loslaten van spanning eigenlijk? Ja. Okay. Sommige paarden gaan in één keer plassen of mesten. Dat is ook een vorm van ontspanning. Hè? Ja. Paarden kunnen met spanning, of als ze zich niet happy voelen, kunnen ze hun ontlasting vasthouden. Vooral paarden die op wedstrijd gaan, hebben er heel veel problemen mee. En in één keer met die therapiedeken erop gaan ze in één keer hup, gaan ze poepen of piezen. Niet dat het doel is, maar het is wel een teken dat die deken werkt. Ja. En mensen zeggen letterlijk van ja, ik merk als ik die deken gebruik, dat zijn ook onder andere Danielle van Mierlo. Die zeggen, ja, het scheelt me. De Danielle zegt, het scheelt minimaal een kwartier losrijden per dag, per paard. Dat is veel. Omdat het paard eigenlijk al heel los en soepel is door het lijf. Ja, en je wilde in het begin dat je het advies had om op te bouwen met de Lekoptex. Is het advies nog steeds of is dat middel bijgesteld? Nee, dat is een hele goede vraag, Claudia, want ik voelde hem al aankomen. Ja. En daarom stak ik al de duim op. Nee, we hebben in het begin vonden wij het een beetje spannend, omdat je natuurlijk iets in het lijf beïnvloedt. Ja. En wat het effect is op lange termijn weet je niet. We hebben wel heel veel vertrouwen in het product, al zou het niet toegepast. Maar we vonden toch wel dat we wat veiligheidsmarge moesten aanhouden. Vandaar dat we in het begin zeiden 2 uur voor, 2 uur na. Ja. Maar inmiddels weten we, omdat de mensen zo enthousiast zijn en gewoon die deken 24 uur op 7 op laten liggen, al jaren weten we dat dat geen probleem is. Ik vind wel, hè, dus je kunt dus prima die deken heel lang op laten liggen. Ja. Maar ik vind wel dat je niet 365 dagen per jaar
ook 24 uur op 7 op moet laten liggen. Ja. He, dus dat je een keer periodes hebt en je zegt, oké, ik gebruik hem als onderdeken in de winter en de gemiddelde therapiedeken, de therapie light geeft 10 graden extra warmte en de therapie cooler die geeft 15 graden extra warmte. Dan kun je aan de hand van de temperaturen die Bukas heeft met adviezen van de dekens kunnen rekenen van geef ik hem extra warmte. Ja. Kun je hem prima maanden laten liggen, okay, maar niet 365 dagen per jaar. Je moet hem ook weer een keertje terug laten komen in zijn natuurlijke habitat, heet dat. Ja. Want anders blijven die bloedcirculatie met stimuleren. Ja. Dan krijgen we een aantal mensen weer terug van ik merk niks meer aan mijn paard. Hij werkt niet meer. Nou, dat kan niet. Want de therapiewerking is door middel van roestvrij staaldraad, die de kooi van Faraday, nou wordt het een beetje technisch, maar dan kun je allemaal opzoeken als je er zin in hebt. Maar dat roestvrij staaldraad, dat krijg je niet kapot. Het kan ook niet verwassen worden. Het enige wanneer je het kapot krijgt als je het in de brand steekt, nou dat lijkt me niet dat je dat gaat doen. Maar je paard en jezelf kan er wel aan gaan wennen. En als iemand zegt, nou hij werkt niet meer, dan geven we altijd het advies, nou gebruik hem dan niet meer. En dan weet je na een paar dagen wat hij altijd gedaan heeft. Ja. Want dan valt je paard weer terug in zijn oude patroon, ja, wat je al heel lang geleden hebt proberen te onderdrukken. Ja. Oké. Even gaat het goed met vragen, Ruby? Dat is goed, wel. Ik krijg heel veel vragen nog steeds binnen. Dus... Dat gaat goed, hè? Want wij waren een beetje bang, want het is natuurlijk hartstikke mooi weer, dat jullie allemaal begrijpelijk op het terras zouden zitten. Maar gelukkig hebben we heel veel mensen die hartstikke goede vragen stellen, dus ga ik vooral zo door. Even kijken hoor. Shakira vraagt zich af of het zin heeft om een therapiedekje te kopen als je geen therapiedeken hebt. Jazeker, zeker. Dat heeft ook natuurlijk beter is een therapiedeken, want die heeft dan meer tijd om die bloedcirculatie te stimuleren. Maar wij hebben ook ervaringen, bijvoorbeeld Bianca Schoenmaker waar we mee samenwerken. Dat is een vrij duidelijke springamazone. Die geloofde al niet zozeer in die onzin, zei ze eerst, maar nu gelooft ze er wel in. Maar die zegt van ja, ik sta op stallen, er staan zoveel paarden, dan gaan we echt niet voor al die paarden therapiedeken doen. Nee. Maar als ik met mijn paarden aan het trainen ben, dan gebruik ik toch vaak één of meerdere zadels met hetzelfde dekje. En aan het einde van de dag gaat hij in de was. En die zegt van ja, ik kan toch bij heel veel paarden toch, ondanks dat hij maar in een verhouding hele korte tijd op, ik kan toch verschil merken. Want die hoef je dan dus niet van tevoren een bepaald aantal minuten op te doen? Of? Nou, je moet de therapiedeken of de therapiedekje moet je wel gelegenheid geven om zijn werking te doen. Maar het is niet zo dat je als je die therapiedeken op de rug van je paard legt, of de dekje, dat in één keer een schakelen omgaat van oeh, nou is die soepel en oeh, wat is die ontspannen en oeh, wat is die relaxed. Ja. Dat is niet zo, alleen vandaar dat wij zeggen het beste in combinatie met een deken, maar heb je niet de gelegenheid of de financiële middelen om een deken te gebruiken, dan is een therapiedekje is al een hartstikke mooie oplossing. Ja. Even kijken, Petra Vermeulen die vraagt, is er voor een Shetlander ook een eczeemdeken van Bukas? Ja, die is er. Kijk. Vanaf die 85 bovenruglengte hebben wij een variant in zilverkleurige stof en een zebra stof. En ook die hebben jullie op de site staan. Kijk aan. De Sweetage heet die. Joni Koppelaar, die heeft ook een berichtje gestuurd. Eergisteren mijn Bukas Repertex deken binnengekregen, hij zit perfect. Nou, dat is al goed om te horen. Ja, en dan komt hij. De vraag. Berg je hem op met de magneetsluiting aan de voorzijde gesloten of maakt het niet uit? Nee, maakt niet uit. Nee. Ik vind sowieso als je de deken opbergt dat het netjes is dat je alle sluitingen dicht maakt. En dat is dan ook nog niet zozeer voor de magneet, maar ook voor de klittenband. Ja. Want de klittenband die wij gebruiken, dat is best een heavy duty klittenband. Alleen die haakjes die zijn dusdanig sterk dat die soms ook wel eens de stof kunnen beschadigen. Dus sowieso altijd je dekens opbergen en alle sluitingen dicht. Oké. Even kijken. Ik heb nog een vraag van Instagram livestream kanalen. Mensen, stel nog even je vraag, want wij gaan over 5 minuten. Kijk even naar onze bazin. Ja. We gaan over 5 minuten gaan we afronden. Dus als jullie nog een vraag hebben, stel hem snel. En anders doen we het een ander keertje. Komen we ongetwijfeld misschien nog een keertje terug met de live stream. Zeker. Ik zie dat Hilde met de vraag van vliegendeken. Die gaat zo met een paard wandelen. Dus die vond het een fijn advies. Top. Dus dat komt goed. Nou, zulke kijkt op het terras. Dus mensen zitten wel op het terras nog naar onze live stream te kijken. Dat vind ik wel heel leuk om te horen. Ja. Dus, en wij zitten hier binnen te zwemmen. Het is jullie gegund. Dan heb ik nog een vraag van Emma. En die vraagt, hoe onderhoud je de dekens?
Gewoon wassen. Bucas wassen met een maximaal 30 graden. Dat kun je zelf doen thuis in de wasmachine. Als je een trommel hebt die groot genoeg is. En anders bij een professionele dekenwasserij. Wees voorzichtig met wasmachines bij het tankstation. En dan moet ik opletten wat ik ga zeggen. Maar ga het advies is, doe het toch zelf. Of ga naar een professionele dekenwasserij. En okay. Met Bucas wasmiddel. Dan weet je in ieder geval, het maakt niet uit wat je hebt. Of het nou een staartzak is, of het nou een halster is, of het nou een dekje is, of het nou een deken is. Al die eigenschappen die Bucas erin heeft gestoken, dat die ook blijven behouden. En, en nogmaals, onze producten kunnen minimaal 50 keer gewassen worden voordat die überhaupt iets minder mag gaan werken. Oké. Josje, die vraagt, wat is de reden dat de meeste Bucas dekens een sluiting op de borst hebben in plaats van twee onder elkaar, zoals bij andere merken? Ja, wat wij graag willen, dat kun je eigenlijk ook wel goed zien op het plaatje. Dat paard moet er onderdoor kunnen bewegen. Ja. En als je nog een extra sluiting aan de onderkant maakt, dan beperk je hem in de bewegingen. Dat is voor ons de reden dat wij ook vrij hoog sluitende dekens hebben, dat wij ook die sluiting zo hoog hebben zitten. Zodat die gewoon, want daarom hebben wij ook eigenlijk altijd de foto's die we gebruiken van paarden in beweging. Dat je paard kan er gewoon onder bewegen. Ja. Het is niet bedoeld voor stil te staan, maar het is ook bedoeld om mee te bewegen. Oké. Elle Jacobs die vraagt, hoe weet je precies welke maat je hebt voor het halsstuk van een deken? Ja, daar hebben wij op de www.bucas.com hebben wij daar een uitleg van. En dan staat bij Bucas en dan help, staat dekenmaat, halsmaat. Maar het is ook eventjes zelf nadenken wat voor een type hals dat je hebt. Want het kan zijn als je heel paard met heel veel hals hebt, dat misschien een maat grotere hals beter is. Ja, oké. Dan gaan we naar de laatste paar vragen al, dus bijna tijd. Eefje, die vraagt zich af hoe het merk Bucas ooit is begonnen. Ja, de leuke vraag, bijna 40 jaar geleden. Bucas staat voor Bernd en Ulf Kasselbrand. Okay. En om nog spannender te maken zijn vader en zoon uit Zweden, die in Ierland een fabriek zijn begonnen om met paardendekens te beginnen. Oh. En het eerste product was ook het halste. En dat nylonband wat ze gevonden hadden was zo sterk. En dat is nog steeds, want Bucas-halsen zijn heel sterk. Dus denk je, ja, daar moeten we dan maar eens een deken van gaan maken. Want vroeger werden dekens gemaakt van canvas of katoen. Ja. En wol. En zo is dat begonnen. Oké. Bucas Bernd Ulf Kasselbrand. Kijk. En meneer Kasselbrand Ulf is nog steeds directeur. Oh, nog steeds? Ja. Ja, die is al een beetje aan het afbouwen, maar die is nog steeds directeur. Wauw. Even kijken, Mariska die heeft een melding met zomereczeem en het gaat heel goed met een deken op, maar af en toe trapt ze naar haar uier. Hebben jullie ook een oplossing zodat die plek ook beschermd is tegen blikjes? Ik denk dat dat technisch heel erg moeilijk is, want dan kom je tussen de benen van het paard en daar is de huid heel dun, weken deel. Ik denk niet dat wij daar ooit met stof moeten gaan komen, okay. Is mijn idee. Ja. En ik denk ook niet dat er andere merken zijn die dat hebben. Gaat schuren, dan gaat hij bewegen. Ja. Misschien is er een crèmpje, een zalfje voor die daartegen beschermt. Ja. Oké. Zullen wij de laatste vraag gaan doen? Ja, ik vind het goed. We krijgen ook vaak de vraag of er ook dressuurdekjes zijn. Ja, die zijn er. Ja? Ja, natuurlijk zijn die er. Oké. Ja, die hebben we. Ja, die hebben we. Oké. Nou, Bucas Saddlepad zit ook die fijne steedraaien. Die hebben een veelzijdig en dressuur. Ja. Nou, spring en dressuur, hoppa. Gaan wij nu de mensen kiezen of gaan we die later in een post bekendmaken? Zullen we dat gewoon later in de post doen? Vind je dat goed? Maar anders moeten we al die mensen belasten met het uitzoeken van de namen. Ik denk dat ik ga jullie bedanken. En jou ook bedanken, Claudia. En Ruby, jij ook bedankt. Iedereen wil weten wie is Ruby nu. Nee, Ruby heeft ons top geassisteerd. Claudia, je hebt hartstikke leuk de vraag gesteld. Ik vond het leuk om te doen. Ik vond het heel leuk. En misschien is het ook leuk om de mensen te vragen als ze het nog een keertje willen. Niet volgende week en niet die week erop. Dan zou ik proberen mijn haren iets anders te doen de volgende keer. Maar zeg maar over lange termijn, dus zeg nog een keer doen. Dan geef even een commentaartje eronder. Met een duimpje of nog een keertje. En dan gaan wij weer eens even bedenken voor een nieuwe datum, een nieuwe tijdstip. Nou, Jacob, heel erg bedankt voor de uitgebreide en zeer behulpzame antwoorden. Graag gedaan. En jullie ook zeer bedankt voor het insturen van de vragen, zowel voor als tijdens de livestream.
Dat werd een beetje een leuk interactief gesprek. Dus nou, heel erg bedankt iedereen, jij Ruby en de kijkers. Op de Agradi Instagram, Facebook? Instagram. Of alleen Instagram gaan we de winnaars bekendmaken. Dankjewel voor het kijken mensen. Doei. Doei. Maar goed, hou je armen, hè.